De overheid wil overstappen van het lichtdagtarievenmodel naar een budgetmodel bij de financiering van ziekenhuizen. Dit vertelde gezondheidsminister Amara Madin eerder bij een persbriefing na de laatste regeringsvergadering. En volgens de bewindsman wordt het functioneren van het lichtdagtarievenmodel bekeken anno 2024. En een budgetmodel moet u dusdanig zien als een model waarbij wij budgetten gaan vaststellen, allokeren voor ziekenhuizen. En we gaan beginnen bij het AZP, waarbij wij gaan kijken, want de voordelen van een budgetmodel zijn dat je de betaalbaarheid en de doelmatigheid gaat stimuleren. Je gaat de kwaliteit stimuleren, je borgt ook de toegang tot zorg en je biedt ook zekerheid aan de zorgaanbieders en ziektekostenverzekeraars. Dit zijn de grote voordelen van een budgetmodel. Ramadin zegt dat er een vrij goede indicatie is van het budget waarmee gewerkt kan worden bij het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Het AZP is namelijk verantwoordelijk voor 70% van de totale zorg en meer dan 90% van de intensieve zorg. Willen we dus dit model gaan introduceren, betekent dat je ook gelijk de hele samenleving bereikt. Uiteraard de andere ziekenhuizen niet tekort gedaan, want die komen ook mee in fase 2. Dus het budgetmodel moeten we niet onderschatten. Het is nergens in de wereld meer gangbaar dat via lichtdagtarieven ziekenhuizen worden gefinancierd. Omdat een ziekenhuis, je kan vergelijken, ik zeg het altijd en mensen lachen soms, met een vliegtuig. Als je geen stoelen verkoopt, is de kans dat die vlucht uitgevoerd wordt ook heel klein. Als je geen bedden kan vullen in een ziekenhuis, en dat mag niet de prikkel zijn dat we mensen moeten krijgen in dat bed om gegarandeerd te zijn van inkomsten. Dus je zal eerder moeten gaan naar een budget waarbij je kan garanderen, dit zijn mijn diensten die ik kan aanbieden, dit zijn mijn uitgaven, deze kosten moeten betaald worden, dit zijn de spullen die gekocht moeten worden. Ramadin zegt dat er al een tijdje is nagedacht over het financieringsmodel. Het orgaan dat belast is met het herstelplan zorg heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de handhaving van het nieuw financieringsmodel.